Justin Kluivert, van harte gefeliciteerd met je debuut. Dat je mee mocht naar Zwolle was hartstikke mooi. En dan mag je ook nog invallen. Ja, klopt. Dat is nog mooier natuurlijk. En dat het zo vroeg mag gebeuren in de wedstrijd is nog mooier. Wat zei de trainer tegen je toen je mocht invallen? Hij zei Justin warm lopen en toen zei hij veel succes genieten van. En, gewoon erop. Ja, en je komt wel snel in balbezit en het liep als een trein. Ja, ik denk dat het ook heel mooi is. En natuurlijk heb je spanning aan het begin van de wedstrijd. Eigenlijk in de warming-up, maar toen ik gelijk in het veld stappen was het gelijk weg. En dat vind ik wel fijn. Ja, meteen een actie en een mooi paasje op André Ghazi. Ja, zeker. Dat is natuurlijk mooi. En buitenspeler moet natuurlijk acties maken. Daarvoor ben je een buitenspeler. En rendement is het belangrijkste. Ja, en hoe kijk je zelf terug op je hele wedstrijd? Als team of als individueel? Als speler, ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld. Een goede debuut. Jammer dat ik geen doelpunt heb gemaakt, maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. En, maar er komt nog meer aan, dus maar het was een goede wedstrijd. Ja, heel belangrijk het moment waaruit de penalty voortkomt. Ja, dat was een ingooi van Joe Veldman. En ik draaide open en stak Anwar weg en hij werd gehaakt, dus mooi. Wilde jij hem nou zelf nemen? Eigenlijk wel. En ik vroeg hem, Anwar wel, maar Anwar neemt hem zelf niet natuurlijk. En moest ik het aan Lasse vragen, maar dat zat er niet in. Even wachten nog? Ja, nog even wachten. Nog even rustig kijken en kijken hoe het moet. En dan wie weet later nog. Heb je al een berichtje van je vader gehad? Ja, zeker weten. Zeker weten. Wat zegt hij? Hij zegt, goed gespeeld natuurlijk. Ik heb gekeken. Geniet ervan. Ik heb gekeken zoals net. En nu gaat het echt beginnen natuurlijk, het echte werk. Het gaat heel snel, hè? Ja, ik vind het ook. Maar ik geniet wel van elk moment. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En genieten. Maakt het voor jou nou uit of je in de onder 19 jong Ajax of Ajax 1 speelt? Nee, eigenlijk niet. Ik doe gewoon mijn ding waar ik ben. Het is natuurlijk mooi als je het hier mag laten zien. Maar als ik onder 19 of jong Ajax of hier ben, dat maakt voor mij geen verschil. Je gaat de vergelijkingen met je vader niet uit de weg. Hij scoorde tijdens de debuut, jij niet. Maar één ding heb je wel voor op hem. Je bent jonger tijdens je debuut. Ja, dat is natuurlijk ook mooi. Dat is mooi. Maar ja, het liefst had ik ook een doelpunt gemaakt, maar dat is niet weggelegd van mij. Wel van mijn vader, maar ik vind dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld en ga nog meer aankomen. Dus. Ja, zeker weten? Ja, zeker weten. Mooi hè, debuut maken en winnen. Ja, heel mooi. Maar geen doelpunt, dus dat is jammer. Dat komt nog wel. Ja, komt nog wel. Dankjewel hè.